felt the smile of the moon burning in. Dum, 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 doo, well, well, beste kijker, wij werden net een heel andere beroep. Of nou, beroep is ze niet, want het is haar hobby, geloof ik. Maar ze gaat zich voorstellen aan u. En hoe heet je? Ik heet Yvette Kroon. En Yvette Kroon, jij doet iets heel apart, vind ik. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Je bent heel actief. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, goed, ik geef dansles. Ik heb mijn eigen dansschool. Ja. Het principe wat ik doe is lijndans. Maar een beetje anders dan anders. Want ik hou zelf niet zo van het country gebeuren. Hoed op en laarzen aan en zo. Dus ik heb geprobeerd de muziek wat moderner te brengen. Lekker Latin muziek, swing, pop. Ja, een beetje dat. Gewoon echt lekker actief. Lekker goed. Snel. Yvette, we zijn uitgepraat. Zij heeft nu in één minuut gewoon verteld wat zij doet. Dus we gaan bij het begin beginnen. Ja, Yvette, veel meer. Jij hebt een dansschool. En ik ben daar een keer geweest en ik heb gezien. En toen verbaasde ik me over dat zo'n jonge vrouw als jij geïnteresseerd bent in line dance. Ja. Want als ik iets in gedachten tuttig vond, want mijn idee is bijgesteld, is dat line dansen. Hoe kom je erbij? Dat ten eerste. Ik ben eigenlijk als eerste meegenomen door mijn buurvrouw. Ja. Ik zat gewoon thuis, ik had niks te doen en zij zat op lijndance. En ze zegt, joh, vind je het niet eens leuk om een keer mee te gaan? Er was toen een feestavond, dus ik ben niet echt naar les gegaan. Ik ben naar een feestavond meegegaan. Ik heb daar wat dansjes staan doen. Ik dacht, hey, ik kan dit wel. Ik vind het wel grappig, ik heb niks te doen. Laat ik eens op les gaan. Dus en zo'n les is één keer in de week? Is één keer in de week. Goed, en dan? Want je bent volgens mij een kordaat type. Jij dacht, ik kan dat beter of ik kan dat net zo goed? Ik kwam er al heel snel achter van, hey, ik ben goed. Ik heb er een bepaald talent voor. En mijn leraar toen, Hans, die dacht van, hey, inderdaad, je hebt wel wat meer in je mars dan alleen maar wat dansen op de vloer daar, zeg maar. En ik ben hem gaan helpen. Ik ben hem gaan assisteren met bepaalde dingen. Ik ben zelf les gaan geven. Ik heb een opleiding gevolgd voor dansinstructrice. Ja, van het een komt het ander. Een opleiding voor dansinstructrice kan niet in 2 weken gebeurd zijn. Nee. Dus hoe lang duurt zoiets? Ik heb daar denk ik 8 maanden duurde de opleiding. En dat was puur op lijndansen gericht? Want die hobby pakte jij gelijk eigenlijk op? Het was echt puur daarop. En de sfeer, kijk, het is een hele gezellige sfeer. Dat wel echt het country gebeuren. Allemaal vrienden van elkaar, hartstikke leuk. Alleen ik had zoiets van, het is leuk, maar het kan nog leuker. Door er gewoon extra draai aan te geven. Goed, dat is dan weer de volgende stap, hè? Je bent daar begonnen en jullie zijn in die groep van toen wedstrijden gaan linedansen. En daar hebben jullie toen gewonnen, want zo leerde ik jou kennen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Goed, je wil inderdaad wat meer. Op een gegeven moment is het ook op. Van, nou, je geeft les. Is dit het dan? Nee, natuurlijk niet. Er is veel meer. Dus we hebben op een gegeven moment Nederlandse kampioenschappen. Hartstikke leuk. Je zoekt een paar mensen uit die toch ook wat meer in hun mars hebben. En we zijn gaan trainen. Ik ben een dans gaan schrijven voor 5 man toen volgens mij. En op hele leuke muziek, meiden door elkaar heen dansen en allemaal synchroon dansen, hartstikke leuk. En ja, want die groep die won, hè? Maar het was alleen meisjes geloof ik, of vrouwen? Ja, vrouwen, het waren vrouwen inderdaad. Ja, het was niet gemengd of zo, nee, hè? Nee, 5 vrouwen. Ja. Het kwam wel, normaal gezien, wij hadden gewoon alleen maar vrouwen inderdaad. Ja. En oktober 2005 hebben we dan meegedaan met de Nederlandse kampioenschappen en dus eerste geworden. En later ook zelfs nog tweede bij de Benelux kampioenschappen. Dus gewoon puur op het enthousiasme wat ze uitstralen. De dans die je geschreven hebt. De muziek die je eraan voor uitgekozen hebt. Dus die combinatie. Dat werd het winnende nummer eigenlijk. Precies. En toen? Want dan kom je terug en dan val je eigenlijk in zo'n gat van, ja, oké, we hebben het zo leuk en het gaat zo goed. Maar hoe ga je dan verder? Ja, je gaat altijd verder, want er is altijd meer. Je kunt ook elk jaar weer een nieuwe dans schrijven natuurlijk. Ja. En elke keer weer andere dingen. Of betere dansers. Leukere dansjes bedenken enzovoort. Dus je gaat eigenlijk steeds maar door daarin. Ja, en nu ben je dus voor jezelf begonnen, heb ik begrepen. Ja, klopt. Sinds januari dit jaar. Hans is op een gegeven moment gestopt. En je hoort dan toch van de leden van, wij willen eigenlijk verder. Weet je, het is zo leuk. We hebben een gezellige groep met elkaar. En we willen niet stoppen. Ik denk, dan ga ik het toch in mijn eentje doen. Ja. Ja, je kent alles. Je kunt lesgeven. Dan gaan we het gewoon maar alles ook helemaal zelf doen. Dus gewoon januari echt voor mezelf begonnen. En het is gewoon hartstikke leuk. Het is een hele leuke groep. En het is geweldig. Maar dat is het enige wat jij doet? Heb jij hele dagen volgens mij voor nodig? Of? Nee, dat valt wel mee. Dat doe je naast je werk? Dat doe ik naast mijn werk.
Kijk, je moet je dansen voorbereiden, maar dat... Ja, ja goed, dat gaat... Ondertussen ben je daarin bekend. Ja, je weet wat je kent je moet dansen doen. En je hebt een bepaalde routine krijg je daarin. En natuurlijk moet je daarnaast bepaalde administratie moet je doen en dergelijke. Maar ja, verder is het alleen maar je dansen voorbereiden voor de les in wezen. Ja, want hoeveel lessen zijn er? In de week nog steeds één keer? Eén keer in de week, dat is 3 uur op een avond. En is er een ledenstop? Is het heel populair? Of heb je juist mensen nodig? We hebben mensen nodig natuurlijk. Eigenlijk ook omdat het zo gezellig is. Dus de leden dus iets van, we willen nog meer gezellige mensen. En we hebben nu een man of 20, 25 op de vloer staan. En ja, daar kan nog veel meer bij. En, dus... en zijn ook nu mannen en vrouwen? Of, ja, er zitten ook mannen op. Maar ik zou heel graag nog meer mannen willen. Ja, maar dat willen we altijd bij elke vereniging. Ik weet niet, behalve bij de voetbal geloof ik. Ja. Daar willen ze misschien eindelijk eens een vrouwenhelft al. Maar goed, want je wil ook dansen maken voor stellen. Ik noem dat man en vrouw samen line dansen. Kan ook. Maar in principe is het natuurlijk wel gebaseerd op dat je in je eentje danst. Want het is alsnog wel natuurlijk dat vrouwen graag willen dansen. En dat hun mannen denken, ik wil niet mee op dansles. En dat is natuurlijk perfect om dan op line dance te komen. Dat je gewoon in je eentje kunt dansen. Oké, dan gaan we naar die draai die jij eraan gegeven hebt. Want je zei van, ik wilde niet dat country en western alleen. Nee. Ik wilde een moderner geheel. Klopt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik vind zelf dus ook, het country muziek is wat langzamer. Ik vind het ook wat saaier. En goed, het is ook leuk om in een hoed op te staan, maar... Nou goed, niet helemaal mijn ding. En toen bleek dus, omdat je dus ook wedstrijden danst, daar is het allemaal toch iets wat moderner, zeg maar. Dat er dus ook gewoon andere muziek is, een ander soort dansen, wat ook onder lijndans valt. Dus je staat gewoon wel op een lijntje, in je eentje, maar je gaat gewoon echt Latin dansen doen. Je gaat eigenlijk net als met ballroom dansen, of je hebt een jive, je hebt, noem maar op. Gewoon allerlei soorten dansen, wat je daarin kwijt kunt. En dan gewoon lekkere, snelle muziek, ook echt top 40 muziek. Wordt gewoon allemaal dans opgeschreven. Je vangt iets op en je denkt, daar wil ik dat een dans op maken. Ja. En dat ga ik doen. Zijn er nog speciale dingen die men nodig heeft? Zoals schoeisel als ze bij jou komen lessen? Of moeten ze bepaalde kleding al aan? Eigenlijk niet. Kijk, je moet je natuurlijk wel heel makkelijk kunnen bewegen. Dus ga niet op hoge hakken in een mantelpakje lopen. Maar dat is sowieso niet dat mensen daarmee aankomen, denk ik. Maar ja, de meesten lopen gewoon op gimp of wat dan ook. Ik heb zelf wel speciale danssneakers, zeg maar. Maar dat is eigenlijk alles. Voor de rest... is er niet veel meer nodig. En op welke avond is het? Donderdagavond. In de Rijvershof. In het Rijvershof. Ja. Dorpshuis Rijvershof. Dorpshuis Rijvershof. Bovaardingsveld. Ja, klopt. Vanaf 8:30 tot 10:30. Oké. En ben je nu ook een dans aan het voorbereiden voor een wedstrijd? Ja, of, eigenlijk zijn we er net mee begonnen. Dus wat het nog precies wordt, dat weet ik niet. Wordt een beetje een rock'n'roll gebeuren. En we gaan binnenkort trainen. En dan wordt het voor de kampioenschap in oktober 2008. En moet je daar voorrondes of is dat gewoon iedereen mee op inschrijven? Kun je gewoon op inschrijven in principe. En dan, want met teams is het niet zo heel veel wat meedoet. Dus je mag dan gewoon gelijk op de vloer gaan staan. Is er ook met line dansen, want je zegt net wel, noem je al die dansvormen op. Maar is dat ook zo? Dus jij bouwt zo'n avond ook op bijvoorbeeld van naar de cha-cha-achtige dans toe. Of naar de jive-achtige line dance. Of hoe bouw je zo'n avond op? Het wordt eigenlijk niet opgebouwd. Je kijkt wat er gebeurt of zo? Nee, er is op elk liedje, zeg maar. Of elke dans heeft een eigen liedje. Dus je hoort een liedje, je schrijft daar een dans op. Doen ook andere mensen, doen ik zelf. Je vindt die dans leuk en je gaat een dans uitlessen als het ware. En elke week krijgen ze een nieuwe dans. Ondertussen heeft u gekeken naar een foto, wederom van Ina Maas. Ja. En dat is jouw tante. Dat is mijn tante. En zij fotografeert. En we hebben al eerder een foto gezien van haar begraafplaats in Bovaardingsveld. En nu heeft ze het gezicht op Werkendam gefotografeerd. En we waren net al, het leek wel een donderbui die eraan komt, maar... Dat licht op dat strand, dat is wel heel erg mooi. Het strand van Werkendam. Dat klinkt een beetje overdreven, maar het lijkt wel alsof je een heel erg buitenland bent. Maar het is dus gewoon bij ons in de buurt. Dus ga daar eens kijken of u ook dat licht kan vangen. En Ina maakt hele mooie foto's. En u kunt naar haar googlen. En dan vindt u haar vanzelf. Goed, dankjewel voor je tijd. Ja, dankjewel. Nogmaals, jij veel ook. Succes. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Bernadette. Dankjewel. Hartstikke leuk.